Het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, waar gaat het dan over? Waar het over gaat is dat wij hebben in het coalitieakkoord hebben genoemd verbinden met ambitie. En dat betekent eigenlijk dat we zeggen van we hebben heel erg de beweging die het college de afgelopen periode heeft ingezet om samen met de samenleving plannen te maken, die zetten we door. Maar we hebben ook zelf de nodige ideeën van waar we naartoe willen met de gemeente Nijkerk. En wat we gedaan hebben in de begroting die in het najaar behandeld is, daar al een aantal keuzes in gemaakt. En eigenlijk beschrijven we nu in het uitvoeringsprogramma wat we in de breedte doen met al die dingen die we in het coalitieakkoord hebben opgeschreven, wat we gaan doen om dat waar te maken. Als je daar doorheen leest, dan zie je dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is dat de samenleving erbij betrokken moet worden bij het maken van plannen en van visies. Ja. Nee, dat klopt. En wat we gedaan hebben, merken we wel. We vragen veel van de samenleving op sommige onderdelen. Zeker de partijen waar we mee samenwerken, zoals Sigma, de Woningstichting, noem ze allemaal maar op. Dus we hebben daar ook wel wat keuzes in gemaakt. We hebben gezegd van de plannen die we hebben, dat kunnen we niet allemaal in één keer doen. Dat spreiden we ook over de 4 jaar. En we hebben voor verschillende plannen, zoals bijvoorbeeld de woonvisie of de omgevingsvisie, komen we nog in gesprek met de mensen. En voor een aantal andere zaken hebben we de afgelopen tijd ook al gevraagd van wat mensen belangrijk vinden. Als u met mensen in gesprek gaat, dan schrijft u ook in het programma wat gaat over platform 2.0. Zouden er toch ook wat andere groepen mee moeten doen dan tot nu toe? Die stakeholders en die zeg maar 100, 150 mensen die zich nu heel erg hebben ingezet om allerlei visies te maken. Ook de gewone Nijkerker tussen aanhalingstekens. Zou u erbij willen betrekken? Hoe gaat u dat doen? Nee, dat klopt. Daar hebt u gelijk in. Wat we belangrijk vinden is dat alle partijen aan tafel zitten. Ook als we grote plannen en projecten maken. En dat we ook goed kijken van de mensen die daar belangstelling voor hebben. Want niet iedereen die heeft daar belangstelling voor. Hè, dat die daarbij uitgenodigd worden. En we gaan ook kijken meer naar de zaken die de mensen in Nijkerk raken. Dus als het gaat om uitkering, als het gaat om leerlingenvervoer, noem maar op. Om ook die mensen die daar gebruik van te maken actiever te betrekken in ons beleid. Dus dat zijn wat anders dan projecten en programma's wat we deden, maar ook dat soort andere zaken. Rondom dat uitvoeringsprogramma is een persbericht verschenen, dat staat op de site. Toen ik dat las, toen dacht ik, dit is nou echt het tegenovergestelde van wat u moet doen om de mensen erbij te betrekken. Het is een onleesbaar stuk geworden. Ja, nou, ik ga er ook niet van uit dat mensen alleen betrokken worden, zeg maar, door persberichten te lezen en het nieuws te volgen. Ja, maar als u persberichten schrijft, dan zouden die toch zo moeten zijn dat mensen dat gewoon snappen. En dit is echt niet te snappen. Er staan woorden in als focusambitie, geprioriteerde en weet ik. En zo staan er een heleboel ingewikkelde woorden in die haak staan op uw intentie om de gewone Nijkerker erbij te betrekken. Dat gaat zo echt niet lukken. Oké, nou ja, goed. Daar zullen we in elk geval naar blijven kijken van hoe we dat op een goede manier doen. Er staan gelukkig ook heel veel dingen in rond bijvoorbeeld leerlingenvervoer. We gaan een programma maken voor ouderen, dat soort zaken, duurzaamheid, zonnevelden, noem het maar op, waar mensen best wel een idee bij hebben en waar we ze graag bij betrekken. Wat is voor u het leukste onderwerp? Nou, ik vind juist de combinatie van dingen wel leuk. Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, dat je zowel actief bent in het fysieke gedeelte rond wonen en duurzaamheid, maar met name ook in het sociale gedeelte rond vrijwilligerswerk, ouderenbeleid, mantelzorg. Dus juist de combinatie in de breedte daarvan, en dat zie ik ook bij heel veel collega's in het college terug, maakt het werk heel erg leuk.